Yo mensen, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video van Hockey Vlogs. En vandaag gaan we het hebben over de Pro League. Oftewel, Pro Nieuws, hashtag 1. En vandaag gaan we het bij Pro Nieuws hebben over... Natuurlijk de wedstrijden die zijn gespeeld, maar ook een paar belangrijke nieuwtjes. Zoals Pimin Blaak. Gaat hij wel verder keepen bij het Nederlands elftal de komende tijd? Ik zou zeggen, let's go! We beginnen natuurlijk met het nieuws over Pakistan. Pakistan doet namelijk niet mee aan de Pro League. Het geldt natuurlijk voor de mannen, want bij de vrouwen zijn er is geen damesteam van Pakistan. Maar goed, die doen dus niet mee... met de Pro League, omdat ze aangegeven hebben dat ze 3 wedstrijden niet zouden spelen. En toen heeft de FIA gezegd, ja dan heeft het geen zin meer als jullie meedoen. Dus ze hebben gezegd, dan spelen we maar met 8 teams in plaats van 9. Het tweede nieuwtje gaat over Pimin Blaak, de doelman van Oranje. Hij is helaas geblesseerd geraakt bij zijn middenvoetsbeentje, dat zit ergens hier of zo. Toen werd ingeslagen op hem. En toen is het helaas gebeurd. Dat is gebroken en nu zit hij weken langs de kant. Dus is Maurits Visser opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dan hebben we natuurlijk nog de wedstrijden die zijn gespeeld. Nieuw-Zeeland verloor bij de dames met 1-0 van Nederland. Argentinië won met 2-0 van België. En dan gaan we naar de heren. Er werd het 2-2. En toen won Spanje van België met shootouts. Spanje verloor de wedstrijd daarna. Met 5-6 van Groot-Brittannië. Een hele goede comeback van Groot-Brittannië. En Argentinië verloor met 4-2 van België. En dan de laatste wedstrijd die tot nu toe gespeeld is. Is Nieuw-Zeeland tegen Nederland van de heren. En daar werd het 4-3 voor Nederland. Met bijvoorbeeld It Cool. Op 1 februari is de volgende speeldag van de FIA Pro League. Ik ga kijken. Ik hoop jullie ook. En ik hoop ook dat jullie deze video leuk vonden. Dus like en abonneer eventjes. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later!